Goedenavond. Ik heet Karel Derde in café 1672 in Groningen. Het was begin jaren 90. Hij zat aan de bar na de bijeenkomst van de Socialistische Arbeidspartij. Uit nieuwsgierigheid ging ik het gesprek met hem. Zo'n oprechte, warme, idealistische, humoristische, maar ook strenge en vooral bevlogen man was ik nog nooit tegengekomen. Hij vond mij ook wel leuk. Kort na die avond gaf hij een voordracht in hetzelfde café. De mensen aan de bar zaten bedaard te luisteren en gaan zo nu en dan de beschaafde trouwens. Behalve ik. We stonden tegenover elkaar. Hij aan het begin van de bar, ik aan het eind. En vrijwel vanaf het begin bulderde ik van het lachen bij elk gedicht dat hij voordroeg. Natuurlijk merkte ik dat ik de enige was die zich zo uitbundig uitte. Maar één blik op Karel vertelde dat hij het gebeelde zeer vermakelijk en prettig vond. Het hoogtepunt van de avond vond ik dit deel van De Schelling en Cyclus. Wat is die meid? Leeghoofdig. Als ik klaarkom in haar mond, hoor ik mijn zaad tegen de binnenkant van haar schedel kletteren als zware regen op een tent. Die avond was het begin van een lange, mooie vriendschap. Bier erbij, sigaretje erbij, het leven was goed. In de lente en de zomer ging ik met mijn gitaar in de terrasjes in de binnenstad van Groningen langs. Soms ging Karel mee. Ik zong, hij ging met de bed rond. Aan het begin van de middag spraken we af op de vismarkt. Daar zaten we eerst een paar biertjes te drinken en al voor ons aan de slag te gaan. Zomer drukte op de vismarkt en dus konden we volop genieten van vrouwelijke schoon. Karel hield van kleine borstjes. Ik ben van een stevige boezem. Onderling hadden we het over onze maatjes. Soms stoten we elkaar aan en zeiden we, kijk, jouw maatje. Ach ja, we waren in de 20 en dat vonden we leuk. Op een dag zaten we daar weer en stelde Karel mij enthousiast aan. Kijk daar! Ik keek in de richting die hij aanwees en zei, ik zie niks. Hij, zo mogelijk nog enthousiaster. Nee, dat bedoel ik! Toen mijn jongste zoon, Joeren, een paar maanden oud was, namen we hem mee in de terras op. Joeren is nu muzikant. De kiem daarvoor is vast en zeker in die periode gelegd. Het moet een mooi gezicht geweest zijn. Twee grote kale mannen in een korte broek. De een duwde een grote ouderwetse kinderwagen, de ander droeg een gitaar. En zo gingen we van terras naar terras, tot we klaar waren. En dan gingen we met ons drieën naar de Latijnkerkhof. Versje wijn erbij, sigaretje en heel wat centjes rijpen. Het leven was goed. Ronald Olsen, Lokkie Hoekstra, Karel en ik, we hadden een voorstelling van Oerlog. Gedichten en verhalen van de dichters werden afgewisseld met liedjes van mij. De voorstelling heette Over Lokje. De voorstelling was leuk, maar alles eromheen was nog veel leuker. Ronald en Lokje gingen naar huis. Karel en ik, we bleven nog wel langer. Gewend als we waren aan het optreden op terrassen, gingen we onze kunsten vertonen in de hoofdstraat van Midsland. Karel met zijn gedachten, ik met mijn liedjes. Het was een groot succes. En het heeft één van de voor mij vele onvergetelijke momenten met hem opgeleverd. Karel droeg gevallen binnenvoor op het terras aan de drukke straat. Zoals u begrijpt kon het niet met het voor hem zo kenmerkende zachte stemgeluid. Om zijn voordracht kracht bij te zetten stond hij bovendien behoorlijk te gesticuleren. Zo gebeurde het dat hij tijdens het gedicht zich brusk omdraaide
waardoor twee toevallige voorbijgangers buitenlands een hartverzakking kregen. Het gebeurde bij het inzetten van nee, geen krat bier. Het gedicht heet Gevallen ben om, haar moeder zelfportret. Ja, thuis ook wat te denken, dan moet ik het alle drie zo gaan doen als Karel het heeft, maar dat doe ik niet. Ik lees het dicht gewoon voor. Wel de lust, maar geen liefde. Wel de dorst, maar voor drank geen geld. Dagelijks nasi, macaroni met een hart. Boterhamworst uit blik. Nooit verse groenten, zo nu en dan een stukje fruit. Nee, geen kapie, maar liters water. Ik vind het leven niet ver. Daarna gingen we naar de veenstoep. Versje wijn erbij, sigaretje erbij. Het leven was goed. Toen mijn toenmalige vriendin zwanger was van mijn jongste zoon, maakte Karel een gedicht voor ons, toekomstige ouders. En voor dat gedicht moesten we eerst naar geslachtsbepaling doen. Het werd een meisje. In het volgende gedicht laat Karel zien hoe ongelooflijk vergevingsgezind hij was en hoe vreselijk blij ik met hem mocht zijn. Gedicht voor de kerstverse ouders van Roos. Weet dat wanneer jullie dochter over zeg 14, 15 jaar als recalcitrante puber een verhouding met een verloving dichter is aangegaan en jullie haar middelbare minnaar wegens pedofilie voor het gerechtsleven, dat ondanks alles wij allebei van jullie blijven houden. Naarmate de jaren verstreken en gingen we minder naar de kroeg. In plaats daarvan keken we vaak samen tv, voetbal, een kneukfilm en boksen. Ik altijd onder het genot van lekkernijen zoals bitterballen, kaas, worst. Van jonge goden veranderden we langzaam in vatsige mannen van middelbare leeftijd. Tijd dus om aan sport te gaan doen. We gingen samen op boksen. De trainingen waren fantastisch. Zweten als een gek, conditie opbouwen, maar toen gingen we sparren. Daar stonden we tegenover elkaar en onze bokshandschoenen aan. Bij elke slag die richting de ander ging, was een verontschuldigende blik die beantwoord werd met een minzame glimlach. En we gingen er vooral geen enkele kracht achter zetten. Eén keer brandde een heel klein stootje van mij op de bakkers van Karel. Sorry, sorry, zei ik. Later die avond waren we bij mij thuis en besloten om subiet te stoppen met boksen. Want hoewel we op de buis die ene high kick nog mooier vonden dan die andere prachtige knockout, elkaar op de bek slaan, dat doen we niet. We maakten nog een flesje wijn en een beetje bier open en blootten nog een sigaretje. Tevreden en gniffelend terugkijken op onze lichamelijke inspanning van die dag. Het leven was goed. Was in het ziekenhuis om een scan te laten maken. Hij had een week veel pijn en de dokter vermoedde een hernia. Hij zal mij informeren over het verloop. Een app. Ze hebben plekken gevonden die ze nader willen onderzoeken. Ik heb geen flauw idee wat het is. Kanker. Daags na die diagnose, huisarts aan zijn bed in het ziekenhuis. We hebben het over palliatieve zorg, zei de huisarts. Hoe sta je daar tegenover? Nou, zegt Karel, ik moet nog minstens twee boeken schrijven. Na een loodzware operatie van 7 uur lopen mijn jongen en ik naar de herstelkamer. Maar Jan zegt, verder dat hij een gekke bek gaat trekken als we binnenkomen. We komen binnen, Karel zegt een
opeens is alles anders. De vriendschap wordt enorm intens. Karel was bezig aan het boek. De titel, Tijd te verliezen. En dat was precies wat er van dat moment speelde. We hadden zoveel tijd te verliezen. Ik heb sinds mensenheim gelezen een doek aan de muur. Het overbekende doek van Che Guevara met de tekst. Hasta la victoria siempre. Voor de overwinning, altijd. Op een dag heb ik het stuk met de tekst eraf geknipt. Mijn vrouw heeft er een sjaaltje van gemaakt. Met een brief en een sjaal ben ik naar Karel gegaan. En die brief, die ga ik nu voorlezen. Hier is een sjaal voor als je in de zon wil zitten. Er is niet zomaar een sjaal. Er is een verhaalsjaal. Je kent mijn doek van Jake Bavada. Dat doek en ik zijn al jaren onafscheidelijk. Net als jij en ik. Nu heb ik het onderste deel van het doek. Het deel met de tekst eraf gehaald. Hasta la victoria siempre. Dat betekent voor de overwinning altijd. Nee. Ik wil je hiermee niet aansporen je kanker te overwinnen, immers. We weten allemaal wie uiteindelijk de sterkste zou zijn. Maar het cadeau heeft drie betekenissen die veel sterker nog weer zijn dan welke ziekte ook. Namelijk liefde voelen. Ik deed iets met jou wat mij zeer dierbaar is. Ik heb de bovenste helft van het doek, jij de onderste. Een deel van het doek dat de kamer, mijn kamer hangt, waar we zoveel heerlijke avondjes hebben beleefd, is nu bij jou. Je stoel blijft misschien leeg, wie zal het zeggen? Maar het doek is gedeeld. En natuurlijk hopen we vurig dat je weer bij me komt om een kreukfilm te kijken of voetballen. En altijd, en als dat mooi is. Natuurlijk hopen we dat je weer bij me komt om een kneufilm te kijken of voelen. En als dat mooie, glorieuze moment daar is, dan neem jij een sjaal mee terug en naar Mia en weer aan het doek voor de overwinning voor altijd. Ten tweede, om je volhardendheid kracht bij te zetten in alles wat je nog te doen hebt. Met behandeling, met revalidatie. Een verdomd lange en moeilijke weg die er uiteindelijk toe zal leiden dat jij de rest van je leven met zo min mogelijk pijn kunt doorbrengen. Jij zal die weg afleggen, dat weet ik, voor de overwinning, altijd. En de derde reden is dat je hem alleen hoeft, je mag hem natuurlijk vaker gebruiken, maar hoeft te gebruiken als je in de zon gaat, om je rode plekken mee af te schermen. En dat je dan in de zon zit. En dat je dan naar mij denkt. En dat ik dan een zonnetje voor je moet zijn. In deze moeilijke tijden. Waarin je geen zonnetjes genoeg kunt hebben. Hasta la victoria siempre. Karel en Harry. Voor altijd. Door zijn hele ziekteperiode heen. Kracht, optimisme,
maar ook realiteitszin. En het leven van doel naar doel. Met Marjan naar de Schelling en Schiedenie Koop. Met mij naar Kim Wilde en John Anderson. Vreselijk vond ik het. Maar ja, je hebt wel over voor je kameraad, maar ja, die pushte hij echt wel de limit. En als laatste zijn we samen naar de Matthäus Passion geweest. Op 30 april hebben Daniel, Bouke, Karel en ik Tottenham Hotspur Ajax gekeken in het wassenbied waar hij toe was. Toen we weggingen was de prullenbakje terwijl de rand toegevuld met blikjes bier. Ik vroeg hem, nou hoe Karel? Als de schoonmaakster morgen komt, zal ze maar zeggen, zo schoon meneer, verband gekregen gisteren. Later hoorde ik van Marjan dat hij het een geweldige avond had gevonden. Tijdens zijn ziekte heb ik zoveel van hem geleerd. Over levensinstelling, over niet opgeven, over altijd uitzien naar betere tijden. Ook al is het moment waar je leeft nog zo pikzwart. Karel was een geweldige vriend die in mij altijd zou kunnen leven. Om jullie vanavond na dit hele verhaal met strijdlustige vrolijkheid de tent uit te sturen, sluit ik af met vieze, gore, vuile, rotracist. Karel vond het mijn beste nummer. Niet zo raar ook, want het is er eentje die op zijn lijf geschreven is. Figuurlijk gesproken. Er is ook het enige liedje die we ooit als duet hebben gezongen tijdens de boekpresentatie in Café Malin. Dat heb ik nu met taken, dan kan ik zo zingen en ik stel voor dat met de fijne zaal en keihard gaan missen. Of the demon of death is, do it to heaven.
Moet je nog een keer? 1, 2...